Nou, als we even macro naar, ik zou bijna zeggen, de stad kijken, dan is het te weinig ouderhuisvesting. En dat is gevolg onder andere van keuzes die in het verleden zijn gemaakt. In mijn ogen foute keuzes. Ik was het toen voor overigens, geen misverstand, om te zeggen we gaan meer verzorgingshuizen sluiten en we kiezen voor meer wonen in de wijk. En dat is achteraf geen goede keuze geweest. Is dat wonen in de wijk echt zo'n probleem? Er zijn toch mensen die dat graag willen? Nee, er zijn heel veel mensen die het graag willen. We moeten ook bedenken, de meeste ouderen, echt meer dan 90% van de ouderen, woont gewoon naast jou, naast mij, op alle plekken in de stad. Alleen wat je ziet is dat voor een kleine groep ouderen, maar wel groter dan die er nu naartoe kunnen, ouderhuisvesting enorm kan helpen. Het netwerk wordt steeds minder omdat vrienden komen te overlijden. Je wordt zelf wat minder goed ter been. En dan is er een groep die zegt, nou, bied mij de veiligheid van een omgeving waar ik omringd ben door een leeftijdsgenoot en daar contact mee kan maken. Waarmee ik weet dat als ik op een knop druk, dat er snel hulpverlening is, waar activiteiten voor me plaatsvinden. Want in de praktijk zie je dat de 80-plusser gewoon heel weinig op straat komt en dus ook weinig naar activiteiten toe gaat. Nou, dan is het fijn als je kunt wonen in een aanleunwoningcomplex, een zorgcomplex, maakt mij niet uit hoe je het noemt, maar in ieder geval waar ouderen met elkaar kunnen wonen. Wat je ziet is dat de politiek in Amsterdam, niet alleen het college, maar ook het grootste deel van de gemeenteraad, die zegt wij moeten sociale woningbouw bijbouwen voor de mensen met de lage inkomens. Als je dat doet, doe het dan specifiek voor groepen. En als je dus bijbouwt, sociale woningbouw in de vorm van wooncomplexen voor ouderen, dan help je een groep die daarmee naar betere voorzieningen gaan, bestrijdt eenzaamheid en je zorgt ook nog voor dat gezinnen de kans krijgen om in die woningen terecht te komen die daardoor doorstromen. Dus dat is in ieder geval nadrukkelijk mijn wens, CQ, droom. Veel mensen hebben bij verzorgingshuizen een beetje het beeld van lange gangen met linoleum op de vloer en ruikend naar vieze geurtjes. En volgens mij is het dat niet. We zijn hier nu in Amstelhuis op de hoek van de Centuurbaan met Amsteldijk. Dat soort complexen, daar heb ik het over, waar het gewoon goed wonen is en de voorzieningen dichtbij. Daar moet het er meer van komen. Ja.